Hallo, ik moet nog even mijn telefoon uit mijn houder halen om ook de chat even te proberen aan te zetten. Ah, ik zie in ieder geval dat er iemand kijkt. Drie mensen al, gezellig. Zou een van jullie wat willen typen in de chat, zodat ik even kan checken of dat werkt? Ik ben vaker live in Instagram. Ik ga hem even ophangen. Sorry voor het zwiebel, dat is zo meteen een heel eind klaar. En dan kijk ik ondertussen of ik mezelf ook live kan zien. Zodat ik zelf ook mee kan kijken. Voor de opmerkingen. Wacht, even kijken. Sorry, ik haal me nog heel even uit. Nou, 133 mensen kijken mee. En nou zie ik dus nergens de chat. Ik zie hem wel als ik zelf wat zeg. Ik weet gewoon niet of ik nu wat verkeerd doe. Sorry daarvoor, jongens. Ik moet volgens mij zelf de chat dus aan kunnen zetten. ...175 mensen die meekijken en die mij nu even zien stuntelen met een Facebook live. Zo is het hoe het soms gaat, hè? Ja, en ik wil eigenlijk niet beginnen voordat ik weet dat de chat het doet. Omdat ik gewoon heel graag met jullie in contact ben. Dat jullie je vragen kunnen stellen en dat ik daarop kan reageren. Dat lijkt me namelijk gezellig. Daar hou ik van. Om het samen te doen. Maar ja, ik zie nog steeds niemand reageren. En de vorige keer ging dit vanzelf goed. Sorry jongens voor deze vertraging. Even kijken, de chat doet het prima hoor. Oh, oké. Okay. Ik zie je. Dankjewel lieve Karin Joan, een van mijn collega's hier van de Roadmap. Die stuurt mij een berichtje. En zo, ook Esther van Roosmalen staat er een iets van berichten openen. Nou, nogmaals, sorry voor deze vertraging. Nee, ik zie dat dus niet. Maar ik zie dat jullie het allemaal wel doen in de chat. Alleen ik zie het niet. Ja, zo be het dan. Ik zie ook dat ik volgens mij in de verkeerde groep zat. Even kijken. Nou, dit is echt klungelig. We gaan gewoon lekker beginnen, jongens. Misschien kan ik het zo nog meedoen. Als iemand van de moderators van Be Creative Shop toevallig luistert. Ik heb een verzoek gestuurd. Ik dacht dat ik daar al in zat. Maar om lid te worden van de Be Creative Shop Facebook groep. Lid geworden. Nou, eens kijken of ik dan mezelf kan zien. Ik zou zo graag met jullie mee willen kletsen. Ja! Kijk. Ah, super. Oh, jullie zijn allemaal hartstikke aan het meedenken. Iemand zegt, ik zie maar een heel klein schermpje.
Even kijken. Goedenavond allemaal. Wat leuk dat jullie allemaal zijn. En inderdaad volop reacties. Het beeld is gedraaid. Ik ga eventjes mijn... Aandoe ik hem verticaal. En dan check ik even of dat goed gaat. Of jullie hem dan ook rechtop gaan zien. Want inderdaad, zo gedraaid, dat kijkt niet lekker. Oh, Ellie, gefeliciteerd. Appeltaart op jouw verjaardag. Dat is helemaal top. Nou, oké. Hij staat recht. Welkom jongens, dan beginnen we nu echt. En dan leg ik dit even wat meer in de lengte. Daar zie je mijn Himi aquarelpotloden al staan. Ik heb een kopje thee. Ik hoop jullie ook. Zorg goed voor jezelf. Dank jullie wel voor het meedenken allemaal met het beeld. En ja, ik heb hem nu op verticaal staan, het beeld. Ah, kijk, ik zie bij Patricia dat hij nu goed staat. Jullie zijn fantastisch, nu al. En we zijn nog niet eens begonnen. En dan gaan we ook nog wat moois maken. Nou, ik... Allereerst even dankjewel aan Be Creative Shop. Dat ik hier aan mee mag doen aan de Be Creative Roadmap. Met al deze toffe illustratoren mogen we elke week op woensdagavond om 8 uur... mogen we een workshop geven. En ik ben de eerste die dat mag doen. Ik zie dat mensen het beeld nog steeds smal is. Ik weet even niet hoe dat kan aanpassen. Ik ga nog even wiebelen. Anders ga ik gewoon beginnen. En houden we het met een smal beeld. Even kijken. Nee. Sorry voor mijn vinger ervoor. Nee, we gaan het met een smal beeld doen, jongens. Maar ik denk dat het nog vervelender is als we helemaal niet gaan beginnen. Je kan hem in ieder geval groot maken. Dat is niet de bedoeling. Zo. Oké. Nou, ik ben er een beetje van de lap. Ik mag dus met al deze leuke mensen. Als je het workshoppakket hebt, dan heb je die doos met al die fantastische spullen gekregen. Waarmee wij elke week gaan werken. Iedereen werkt met wat anders. Dus die prachtige gouache, de oliepastel, de toffe stempels. Dat komt allemaal nog voorbij in de komende weken. Ik ga aan de slag met de Himi aquarelpotloden. Een potlood. Ik heb wel de penselen even gepakt uit de gouache doos. En daar ga ik mee werken. En wat gaan we maken? We gaan appeltaart maken. Een heerlijke appeltaart. Die gaan we lekker diepte geven door met donker en licht te werken. Een kopje koffie erbij. Wat appels erbij zijn optioneel. Kan altijd nog. We kijken hoe ver we komen, maar ik denk dat we een heel eind gaan komen. Ik ben een vrij snelle werker. We doen dit allemaal voor ons plezier. Mocht je ergens denken, nou, dit gaat me echt veel te snel. En als je al van jezelf weet, ik werk liever nauwkeurig en wat langzamer. Kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen 1 stuk taart te tekenen en niet 2. En 1 appeltje. Weet je, want dan snap je het principe, kan je het altijd later nog afmaken. Of als het echt te snel gaat, dat je nog een keer de Facebook-les terugkijkt. Want we slaan hem op en dan kan je hem terugkijken. Het template was gedeeld op de Facebook, of op de website, sorry. Dus als je dacht van, oh, ik vind het te spannend om het zelf te tekenen, heb je het misschien al overgetrokken. Maar we gaan het lekker ook helemaal opbouwen, hoor. En dat kunnen jullie ook, weet ik zeker. En als je denkt, ja, ik vind die 2 stukken leuk, maar ik teken liever een hele appeltaart of een appeltaart met een punt eruit en ik wil helemaal geen koffie erbij, dan mag dat ook. Het is jouw tekening. Doe er lekker mee met de inspiratie die ik geef, wat jij wil. We gaan lekker beginnen. Ik zet mijn aquarelpotloden aan de kant, mijn boekje aan de kant en ik pak een wit paint-on papier. Die zitten ook in het workshoppakket, er zitten allerlei kleuren in. Deze zijn ook, nou, de donkere kleuren zijn super tof, ook bijvoorbeeld met die gouache. Voor deze workshop zou ik of de beige of de witte gebruiken. Er zitten 2 witte vellen in. Eentje, 2 soorten. Eentje met een beetje structuur. Eentje wat gladder. Kan allebei. Dat is een persoonlijke voorkeur.
Ik heb die redelijk gladde die meteen voorin in het boekje zit gepakt. Ik ga mijn potlood erbij pakken. We gaan schetsen, jongens. We gaan aan de slag. Lekker. Na al die weken ernaartoe leven, wat mij betreft. Hopelijk hadden jullie gezien dat je iets van iets ronds nodig hebt. Dat we kunnen gebruiken om de rand van de appeltaart even een mooie bolle vorm te geven. En het kopje te tekenen. Nou, ik heb daar zelf zo'n superhandig ding voor. Zo'n cirkelmaker. Ja, het heet vast anders dan een cirkelmaker. Maar je kan dit dus ook heel goed doen gewoon met iets ronds. Met een kopje of een klein bordje of een bakje. Zet dat gewoon op het papier. Ik ga beginnen met een stuk appeltaart. Misschien dat de compositie net wat anders wordt dan het origineel. Niet van schrikken, hè? Dat kan allemaal. Nou, ik ga... Ik gebruik de buitenkant eventjes. En dan teken ik een stukje van die bolling. Zo, kijk. Ik druk vrij hard op mijn potlood. Ik adviseer altijd om dat zo... Dit is A5 papier. Het Painton papier is allemaal maat A5. Maar je kan het natuurlijk als je ander papier hebt op elke maat aanpassen. Moet je het alleen een beetje groter doen. Zo, ik heb een stukje van de bolling staan. En diezelfde bolling teken ik nog een keer. Alleen dan een stukje verder naar binnen. Dan hebben we eigenlijk deze rand hebben we dan al getekend. De basis ervoor. Oh, de helix cirkelmaker. Dankjewel, Be Creative Shop. Dat is inderdaad hoe dit ding heet. Nou, vanuit ongeveer het midden van die... Ja, je hebt hier twee van die bolling staan, hè. Ongeveer in het midden teken je een hele dunne lijn een stuk die kant op. Een min of meer rechte lijn, maar dat komt niet nauw. Deze gaan we zo meteen weer uitgummen. Maar vanuit dat puntje ga ik zo hier ook een soort rechte lijn zetten. Nou, dan hebben we eigenlijk al bijna onze appeltaart, toch? Hier nog even sluiten. Hier ook. En dan hebben we de basis voor onze appeltaart al. Ik zie ook wel dat we er nog niet zijn. Alles gaan we opbouwen op deze vorm. Nou, en als je het dus leuk vindt, kun je dat nog een keer doen. Als je twee stukken taart wil tekenen. Ik vind het altijd leuk als je dingen een beetje zo van het papier af laat vallen. Daar hou ik van. Vind ik er leuk uitzien. Nou ja, ik weet dan ook niet precies waar het midden zit. Maar dan kun je hier nog een rechte lijn zetten. Ik denk dat die hier ergens eindigt. En dan kun je, als je wil, hier nog een stuk taart tekenen. Hoeft niet, mag wel. Nou, dit is een beetje de basis, maar je kan ook zeker werken met aquarelpotlood. Dat is een goede tip, Danielle, dank je wel. Dan heb je zometeen minder randjes en grafietrest. Kan zeker ook. Op de een of andere manier krijg ik dat maar niet in mijn systeem. Terwijl dit al 100 keer als goede tip is gegeven. Ik weet niet waarom ik het niet doe, want het is echt een goede tip. Pak een lichte kleur aquarelpotlood om te schetsen. Dat is, kan zeker ook. Nou, op dit stuk van die appeltaart... Ik ga even die rechte lijn, die veeg ik vast weg, hoor. Ik wil daar niet door afgeleid worden. Zo. Je hebt natuurlijk altijd van die reepjes, hè. Die als je een perfecte appeltaart hebt, dan is dat zo mooi geweven. Dat is bij mij nooit. Hier heb ik het ook, is het ook niet helemaal gelukt. Dat maakt ook niet uit. Maar de basis van die reepjes zijn gewoon parallele lijnen over die taart heen. En weet je wat het fijne is? Als die bij jou breder zijn, jouw strepen, of smaller. Dat maakt helemaal niet uit. Dus trek gewoon zo parallel. En dit gaat allemaal straks verdwijnen. Dus dit hoeft echt niet netjes. Gewoon met dunne lijnen. Dit is echt nog de schetsfase. En daar gaan we ruitjes van maken. Dus de andere kant op gaan we ook lijnen trekken, ongeveer parallel aan elkaar. Weet je, zijn ze breder, zijn ze smaller? Maakt niet uit. Dit stuk taart heeft dat natuurlijk ook. Nou ja, en nu, misschien ben jij dus hier nog mee bezig. Laat arme man van Karin, Joan. Mijn man klaagt steeds dat hij appeltaart hoort en niks krijgt. Ik vind dat je hem appeltaart te goed bent. Dat hij dat te goed heeft van je.
Zo, ook hier ruitjes op. En als je denkt, hé, Nanja, ik ben hier nog mee bezig. Skip dan lekker dit stukje taart. Ah, kijk, en Nienke is er ook gezellig. Nienke en Karin geven allebei ook een toffe workshop. Komende weken op de woensdag vanuit de Be Creative Roadmap. Sarah Lindehol zag ik ook al klaar zitten met een vriendin. Nou, belangrijkste tekenwerk hebben we gedaan, jongens. We gaan hem wel eventjes meteen ook met inkt doen. Ik pak daarvoor de fineliner van Edding. Die zit ook in het Creative Roadmap pakket. Gebruik een watervaste fineliner. Want we gaan zo meteen dat aquarelpotlood gaan we oplossen. Dat is de kracht juist van aquarelpotloden natuurlijk. Dat je daar echt aquarelverf een look mee kan krijgen. Maar ja, dan ga je ook over die pen heen. Dus als je een niet watervaste fineliner hebt, dan moet je deze stap even overslaan en die alleen helemaal op het eind toevoegen. Dan kun je het misschien met potlood doen, dat je definitieve lijnen even goed staan. Nou, dan hebben we net best wel nette lijnen hier gezet, hè? Daar hou ik niet zo van. Ik wil het speelser, ik wil het losser, want een appeltaart is ook niet perfect zo'n strak. Aan de zijkant, zo, dat, ik ga die lijnen, die rand, die korst ga ik even overtrekken. En ik maak dat met een beetje golvende lijnen. En er mag ook best zo af en toe een stukje wit zijn. Zo, maak het maar wat golvend. Ik hou echt wel die potloodlijn een beetje als houvast. Doe ik deze ook meteen. Beetje een golvende lijn. Stukje wit ertussen. Komt niet nauw, dat is lekker, hè? Tenminste, ik hou er altijd van als het niet helemaal perfect hoeft. Ah, ik zie dat er sommige mensen met haperend geluid, maar ik zie ook dat andere mensen het niet hebben. Dus dan ga ik door totdat iedereen op hol slaat omdat het hapert. We gaan naar dat raster. En dat is denk ik het lastigste van deze hele tekening. Omdat, bij zo'n appeltaart. Deze gaat over die heen, maar hier gaat hij er weer onderdoor. Dus nu gaan we eventjes even opletten en focussen. En daarna kan je weer lekker los. Ik pak gewoon even één zo'n slier deeg waar ik dat raster mee maak. En ik besluit, dat zijn ook een beetje golvende lijnen. Ik besluit dat deze sliert eerst hier overheen gaat. Dus ik pak eigenlijk drie ruitjes, teken ik de zijkanten en dan stop ik. 1, 2, 3. Ik stop even. Want dan gaat deze die deegsliert er overheen. En dan moet ik ook drie ruitjes tekenen met de middelste, zeg maar, die over deze deegsliert. Nou, er zijn vast chicere woorden voor, sorry. Dus de middelste is deze. Die links ervan en rechts ervan, die ga ik een zijkant geven. Een beetje wiebelend, soms een stukje wit. En dan stop ik weer. Zo gaan we dus eigenlijk een soort van vlechtwerk doen. Ik ben hier gestopt, dus deze gaat over die, maar gaat hier er weer onder. Eén. Eén naar links, één naar boven, één naar onder. Dus in totaal weer drie ruitjes. En weet je wat ook fijn is? Als je hier een vergissing in maakt. Lekker belangrijk. Daar gaat niemand op letten. Zeker weten. Hier zijn drie de buitenkant omlijnd. Dus dan gaat hij er hier weer onder. Nou, en die valt er hier af. Dus hier kan ik maar een klein stukje van tekenen. Maar ik heb hier natuurlijk ook nog wat. Deze drie zijn getekend. Hier gaat hij er dan weer overheen. Deze twee stukjes moeten hier onderdoor. Je kan het ook nergens kruisen, die lijnen. Dus dat is een beetje je houvast. En dan is hier nog een mini stukje. Nou, dan heb je ongeveer dat raster gemaakt. Ik ga hem zo meteen
nog een keertje doen bij mijn tweede taartpunt, als je dat te snel ging. We zijn nog niet helemaal klaar, want die zijkanten moeten we ook natuurlijk nog dichtmaken. En wat ik dan doe, de deegslierten laat ik net iets uitsteken ten opzichte van mijn eerste potloodlijn. Gewoon ook een beetje golvend, af en toe een wit stukje. Ook aan de andere kant de deegslierten. Ik doe het fout. Zie je? Ik doe het fout. Dit was de deegslier. Nou, oké. Dan steekt hij ook een beetje uit. Huppatee. Doen we niet moeilijk over. Nu even goed opletten, Nanja. Dit is een deegsliert. Dit ook. En de stukjes ertussen, die doe je net wat smaller. Zijn er niet zoveel bij mij. En hier dat puntje. En dan hebben we het moeilijkste stuk van de tekening voor deze appeltaartpunt gedaan. Waren jullie daar een beetje uitgekomen? Het wordt heel rustig op de chat. Dat betekent meestal dat heel veel mensen heel ingespannen zitten te werken. En er zijn superveel mensen die meekijken, zie ik. Superleuk. Meer dan 300. Gaan we deze ook doen. Ik kies weer even drie. Nou ja, vierkantjes, ruitjes uit. En daar teken ik de zijkanten van. Beetje golvend. Dit is de middelste. Dus dan komt er hier wat onderuit. Ja, dit is zo'n klein puntje dat ik nergens meer drie ruitjes naast elkaar heb. Nou, probeer het een beetje ongeveer te doen. Hoeft gewoon helemaal niet nauw. Als je maar een beetje die rasterstructuur aanhoudt. Kijk, top bezig Mel. Fijn dat het goed gaat. De zijkanten weer dicht. Oh, hier zit misschien nog een stukje. Zo. De zijkanten dichtmaken. Eerst de deegslierten een beetje uit laten steken. Even kijken. Oh, ja, dit is echt het technischste, wiskundigste stuk van de hele tekening. Even kijken hier. Dit is ook deeg. En hier zit een stukje waar het wat smaller mag. Maar zometeen met kleurpotlood, met de aquarelpotlood gaat dat helemaal goed komen. Inderdaad, Marlies. Je hebt ook helemaal gelijk. Als het een uitgesneden punt is, maakt het toch niet uit. Je mes snijdt toch echt. Dat is waar. Het ziet er alleen altijd net een beetje leuk uit qua diepte. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik hou van deze instelling als we aan het tekenen zijn. Een heleboel maakt namelijk niet uit. Oké, waarom ik dit eerst wilde doen met inkt, is omdat we deze zo in gaan kleuren. Maar voordat ik ga gummen en met die aquarelpotlood aan de slag ga, wil ik dit even tekenen. Dan heeft dit even de tijd om rustig te kunnen drogen. En dan veeg ik niet ongelukkig dat ik allemaal van die uitveeg dingen krijg, zeg maar, van die uitveegsels van mijn inkt. Ik ga een kopje koffie tekenen. En een kopje koffie is hier een cirkel. Een buitenste cirkel. En daarbinnen nog een cirkel. Met niet zo dik als dat het hier bij die taart was, zeg maar. Het is wat smaller. En het ene kopje is dikker dan het andere. Dus ook dat komt niet zo nauw. Dat heb ik vaak, dat het niet zo nauw komt. Daar hou ik namelijk van. Even kijken hoor. Nou, ik pak weer mijn helix cirkelmaker. Nou, bij mij komt mijn kopje. Ik vind het leuk altijd als het er een beetje afvalt weer. En iets daarbuiten teken ik de buitenrand van mijn kopje. That's it. En als je dus twee rondjes hebt, dan teken je eerst de binnenste of de buitenste na. Pak je eentje die net wat kleiner of groter is. En dan teken je die. En ik wil natuurlijk ook zo'n oortje. Want zo'n oortje maakt ook dat je het heel herkenbaar vindt als een kopje. Nou, dat is eigenlijk niks meer dan een rechte lijn. Die dus haaks op die cirkel staat. En aan allebei de zijkanten teken ik een rechte lijn. En die verbind ik hier een beetje bollig. Dus net niet helemaal recht aan elkaar. En hier laat ik het zo vaak een beetje bol lopen naar het net een beetje rondlopen. Naar de rand van dat kopje toe.
En ook die ga ik meteen eventjes overtrekken met een fijnlijner. En nu is het bij cirkels super moeilijk om dat netjes te doen. Je zou het natuurlijk weer helemaal netjes over kunnen trekken vanuit je cirkels die je haalt of met je cirkel maken. Dat kan ook heel goed met fijnlijners. Alleen ik vind het altijd zo'n groot contrast geven als één object, zeg maar, van die, of één stukje van iets, of van die prachtige rechte lijnen heeft. En sorry, ik moet lachen om jullie commentaar in de chat. Maar ik vind het altijd zo gek als eentje dan heel strak is en hier is het dan meer schetsig. Dus ik probeer dan alles gewoon uit de losse hand te doen. En ik kan echt niet zo'n cirkel in één keer omtrekken, overtrekken. Dus daarom kies ik er altijd maar voor om gewoon wat stukjes wit ertussen te laten en het in kleine stukjes te doen. Want dan lijkt het net alsof je het zo bedoeld had. Alsof je helemaal die schetserige look wil hebben. Zo. En ook deze, die middelste lijn niet overtrekken. Hè? Dat was maar even een hulpmiddeltje. Zo. En dan gaan we zo even gummen en inkleuren. Nou, ik hoop dat die bij jullie ook lekker gaat. Ik neem er even ook een slokje thee bij. Doe dat ook tussendoor, hè. We tekenen een kopje koffie, maar dat is voor mijzelf te laat op deze tijd. Nou, dit is droog, dus ik ga de potloodlijnen, deze laat ik nog heel even, die heb ik nog maar net getekend. Maar bij die taart weet ik wel dat het nu droog is, dus nu ga ik even gummen. En wat ik dan leuk vind, is dat je dat raster nog iets beter ziet ontstaan, doordat de potlood weg is. En als je ergens nog een stukje potlood ziet, pff, niet belangrijk hoor. Lekker laten. Zo. Even al dat gumsel een beetje weg. Dat ziet er wat gezelliger uit op camera. Tijd voor de aqua. Even kijken. Moet het streepje bij het oortje wel deugen? Ligt aan het kopje. Bij sommige kopjes begint het oortje lager dan de rand van het kopje. En dan moet je deze doortrekken. Als je hier dit lijntje niet overtrekt, dan lijkt het alsof het oortje precies eindigt aan de bovenkant van het kopje. Dus dat mag je kiezen. Even kijken. Oh, meer theefans. Nou, weet je, bij thee is het inderdaad altijd wat lastiger. Dan zou ik, kijk, hier gaan we er zo meteen melk van maken. Dan laat je meer wit. Bij thee zou ik het gewoon iets egaler maken, zeg maar. En wel af en toe wat rondjes erin tekenen. Alsof er wel wat bolletjes zitten. Kijk, en thee zit vaak in een doorzichtig glas. Bij mij in ieder geval. Ja, dan krijg je een heel ander effect, zeg maar. Maar als je dit wat egaler, gewoon egaler bruin straks maakt, dan lijkt het al meer op thee. En wat je dan zou kunnen doen, is hier een wiebelig streepje zo zetten. En dan hier op de grond een labeltje van de thee tekenen. Dan heb je al meteen, en als die zo hier ergens de thee in verdwijnt, met een beetje cirkeltjes, dan heb je al meteen meer het idee dat het thee is. Door dat stukje, kijk, een kruidnootje erin. De stukjes appel komen als het goed is ook nog. Maar ik ga eerst even deze dingen doen als basis. Ik pak mijn aquarelpotloder erbij. Oh, waar is mijn swatchkaart? Ja. Ik heb alle kleuren eventjes al een hele tijd geleden een keer even elk vakje ingekleurd met potlood. En dan de helft daarvan opgelost met water. Gewoon om eventjes te zien hoe werkt het, hoe voelt het. Ja, je moet toch aan nieuw materiaal altijd weer even wennen. Nou, ik heb deze doos met, het zijn er 24 toch? Ja, 24 kleurpotloden. Je hebt ook de grote set. Varieer dan ook lekker met kleuren. We gaan aan de slag. Ik ga beginnen met de lichte bruin. Ik moest heel erg lachen om iemand die had geswatcht en die had de Chinese tekens nageschreven. Kijk, hier staat het in het Chinees op. En dat vond ik echt super slim. En ik moet dan ook wel lachen, omdat mensen dan ook inderdaad al reageerden van, volgens mij komen die streepjes en zo heel nauw in het Chinees. Maar ik kan het echt niet, helaas. Ik pak de lichte bruin.
met deze Chinese letters. Het is een beetje deze kleur. Een beetje oker, yellow oker, zeg maar. Je kan hem later terugkijken, Tanja. Dus kijk lekker mee. En ik begin nu willekeurig te kleuren, maar zo wil ik het niet. Hier, deze bladerslierd gaat onder deze. Op dat punt waar die eronder gaat, begin ik met kleuren. En daar duw ik best hard op het potlood. Wat ik daarna doe, dan ga ik, hoe verder ik hier omhoog ga, hier gaat hij over die heen, hè, dus dan weet ik dat bladerdeeg daar, of die bladerslier daar hoger is. Wat hoger is, is over het algemeen lichter. Wat dieper is, is donkerder. Dus daarmee creëer je diepte in je tekening. Dus ik ga, in mijn geval, hoe verder ik naar links ga, steeds zachter op dat potlood duwen. En in het midden is het dus maar heel erg licht. Ik beweeg sowieso liever 5 keer zacht op 1 plekje heen en weer. Dan 1 keer heel hard duwen. Ik vind dat dan het effect mooier, egaler is. En dan zie je iets beter. Dan voorkom je een beetje dat het in 1 keer te donker is. Zo. Ook hier vanaf de buitenkant waar het lager gaat. Naar het midden waar het hoger wordt. Lichter. Nou, dat is 1 bladerslierd. Dan ga ik naar de volgende. En dan zou waar die eronder gaat. Oh, ik zie nu dat bij mij hier nog misschien wel een heel klein stukje deeg mag zitten. Zo. Improviseren mag, hè. Zo. Aantal keer hier echt eroverheen dat het donker wordt. Hoe meer je naar het hoogste punt komt, hoe lichter. En ook vanaf de andere kant. En ik probeer egaal te kleuren. Terwijl je kan natuurlijk ook heel krasserig kleuren. Ik probeer... Oh, rommelige sliertjes mag ook, Jannie. Elke appeltaart is anders. Dat is fijn, hè? Hier ook van buitenaf meerdere keren eroverheen. En hoe hoger, hoe lichter. Dus wat je eigenlijk krijgt, is dat altijd zo'n licht stuk, waar die hoog is, naast zo'n heel donker stuk zit, waar die eronder gaat. We zijn ontzettend diepte aan het creëren nu. En dat gaan we straks alleen nog maar opbouwen. Met ook andere kleuren. Want eigenlijk met aquarelverf, maar ook met aquarelpotloden. Hoe meer laagjes, hoe meer mengen, hoe mooier en natuurlijker de kleuren vaak worden. Zie je al wat er gebeurt? Waar die eronder gaat, wordt het donker. Gaat hij eronder, dus daar is het donkerder. En je kan hier echt niet super mis in gaan, hoor. Gewoon, als je nu denkt, ah nee, ik heb bij eentje verkeerd gedaan. Hij is verkeerd om qua donker en licht. Ah joh, niet zo belangrijk. Zo, ik ga meteen door met dit stuk. Ja, en dit is dus typisch zo'n punt van als je denkt, nee. Ik ben nog daarmee bezig. Laat dit even. Hè. Als je het principe snapt, dan kun je dit of na de lijf, of morgen, of over een maand. Altijd nog gewoon op je gemak afmaken. Oh ja, dat maakt niet uit. Als je een ander merk aquarelpotloden hebt, wat natuurlijk gewoon ook kan, dan is het soms een andere kleur. Dan is het meer geel. Maakt niet uit. Ik ga zo meteen ook nog met een kleur. Oh, ik probeer meestal wel in de richting te kleuren die ik wil. Je kan er zo meteen nog met een andere kleur overheen. Ga ik zo meteen ook doen. Dus komt goed. Dat heb je gewoon ook, hè? Weet je, elke type verf, elke type aquarelpotloden, dat zijn net allemaal andere kleurtjes. Als je je rastertje klaar hebt, ga ik nog even iets extra's diepte toevoegen. Namelijk naast die rand ook alle stukjes even wat donkerder maken. Want die rand is meestal wat hoger dan de slierte eronder. Dus tegen die buitenrand aan mag alles ook gewoon nog een extra laagje aquarelpotlood krijgen. Even kijken, is het met aquarelpotlood heel belangrijk om egaal te kleuren of fix je dat wanneer het pigment met water activeert? Dat wisselt een beetje per kleur zelfs nog. Dat zie je dan ook bij de swatches, zeg maar. Dat bij sommige kleuren zie je dan, blijf je net iets meer
de potloodstrepen zien. Terwijl bij andere kleuren dat helemaal mooi egaliseert. Dus ik probeer meestal het zekere voor het onzekere. Dat ik egaal probeer te kleuren. En ik ga zeker zo nog kleuren mengen. Ik ga eerst die korst ook inkleuren. En nou, daar is het. Ik ga wel vanuit de buitenrand. Maak ik het donkerst. En ook deze buitenrand. Want ik wil doen dat die middenste streep, zeg maar, het meest omhoog staat. Die middenste. En naar midden toe wordt die lichter. En hierbij wil ik niet dat dat een prachtige rechte baan wordt die het lichtste is. Weet je, er mogen best wel wat kleurverschil. Want door hier een beetje mee te spelen met hoe ver het is, lijkt het meteen al alsof die rand gewoon lekker niet egaal is. Niet perfect is. En daar hou ik van. Dat hoeft niet bij een appeltaart. Het mag gewoon een lekker robuuste appeltaart zijn. Lekker nu meekijken en een ander moment maken, dat is ook altijd een goed idee. Dat doen vaak mensen bij lessen als ze live zijn. En weet je, ja, je doet dit echt voor je lol, hè? Dus doe ook gewoon. Sommige mensen zijn misschien later ingevallen. Leuk dat je er nog bent. Maar je kan er ook gewoon bewust voor kiezen omdat je het lekkerder vindt. Dat je al weet hoe het gaat zijn op het moment dat je zelf echt mee gaat doen. De korst. Ik ga meteen even door met de korst. En dat, nou ja, weet je, ik kom ook meteen bij die vraag over het mengen. Ik pak nu een donkerdere kleur bruin erbij. Bij mij is dat deze. Ja, met letters erop. Maar, hè? Dus ik leg mijn yellow ochre een beetje hier. En wat ik doe met die wat donkerdere kleur, ga ik nog een keer heen over die punten die ik al het donkerst had gemaakt. En ook dan ga ik van donkerder naar lichter. Maar ik ga niet over het hele stuk. Met die yellow ochre, die lichtbruin, ging ik eigenlijk wel, ook bijna overal staat wel net iets van die kleur. En dat wil ik met dit niet. Met deze donkerbruin wil ik echt alleen nog maar even wat accentjes leggen. Op de allerdonkerste stukjes. Meer contrast. Contrast betekent diepte. En je ziet me ook echt wel eens buiten de lijntjes gaan, hè? Nou, prima. Ja, en ik hoop dat je af en toe even of je tekening een beetje van je afhoudt of even door je wimpers kijkt. Want als je wat afstand neemt, dan zie je, nou ja, hoe zo'n kleine aanpassing van een tweede laagje eroverheen al diepte geeft. En nu heb je eigenlijk die kleuren gewoon al gemengd. Dit kan je ook gewoon, als je het met kleurpotlood, zou meedoen, dan doe je dat ook op deze manier. Dan meng je eigenlijk ook. En ik zal zo meteen ook, ga ik ook nog met groen-geel. Oh ja, dus als jouw basiskleur wat geler was, kan je dat dus prima oplossen door nog wat extra bruin eroverheen te doen. Ik pak mijn lichte groen. Een beetje zo'n felle, lijmgroene kleur. Zo ziet die eruit. En daarmee ga ik een beetje over die middenstukjes heen. En ook daar, ja, weet je, ik hou wel een beetje aan dat ik langs de randjes het wat donkerder heb. Maar ik wil vooral niet. Ik wil niet perfect allemaal even groene stukjes. De ene mag best donkerder zijn dan de andere. Het mag vlekkerig zijn. Met inkleuren helpt het soms als je net een beetje draaiende bewegingen maakt, zeg maar. Dan krijg je het soms nog net wat egaler. Had ik misschien wel wat eerder kunnen zeggen. Maar. Nou, en deze kleur is echt te chemisch. Dus ook hier gaan we mengen. Hier gaan we echt mengen. Ik bedoel, het is een lekker kleurtje hoor, maar, nou ja, niet echt een appeltaartkleurtje. Dus wat we dan in kijken, je kan dit wat, dit ziet er wat natuurlijker uit, hè? Groen, even kijken. Dat bruin was één tint donkerder. In mijn set was dat de eerste laag die en de tweede laag die. En
Bij Anita valt volgens mij, ik denk dat je je eigen antwoord al weet of niet. Anders dan hoor ik het zo wel in de chat. Dat groen vind ik dus te chemisch, als het ware, te nep. Ik ga deze kleur geel erbij pakken. Er zitten een hele lichte geel en een beetje iets meer richting oranje geel. Maar niet echt oranje, dus die donkergeel. Daarmee ga ik over die groen. En dat doe ik vrij grof, zoals je ziet. Gewoon, huppatee. Dat in elk vakje ook echt wat van dat geel zit. Goed zo, Anita. En, ja, voor nu, dit is de fase even van lekker snel krassen. Ik pak die lichte bruin weer. En dan ga ik ook op sommige stukjes gewoon een beetje overheen. En dat mag een beetje, je mag een beetje vlekken er echt op zetten. Want al die stukjes appel die hier zo onder zitten, onder dat raster van bladeren, van die sliertjes, deegsliertjes, daar zitten natuurlijk stukjes appel. Het ene stukje appel is wat groter, wat kleiner, dus vandaar dat ik dat vlekkerig wil. En dan is het tijd, jongens, om het te gaan oplossen. Om even te gaan genieten van de lol van aquarelpotloden. En ik doe dit eerst voordat ik dit doe. Want dit ga ik oplossen. Sorry. Ik ga dit oplossen met water. Dan wil ik dat dit droog is om er daarna nog een keer met aquarelpotlood overheen te gaan. Dus pak even een penseel. Nou ja, maakt niet uit welke je pakt, wat je fijn vindt werken. Ik pak eventjes deze, een beetje die kattentongvorm. Deze is helemaal rechthoekig. Ik heb zelf meestal de voorkeur voor net iets afgerond, maar dat is een persoonlijke voorkeur. Dus trek je daar niks van aan als je denkt, ik wil wat anders. Ik heb een bakje water, een wc-papiertje. Maak mijn kwast nattig. En dan gaan we dit oplossen. En hoe we dat doen, we gaan dus dat aquarelpotlood oplossen, zodat het aquarel verf wordt. Ik begin op dat lichtste stukje, met cirkelende bewegingen een beetje op te lossen. En dan ga ik naar die buitenkant toe, waar ik veel meer kleur op gezet had. En dan ga ik niet over dat hele vlak zo heen en weer wrijven. Want dan kun je met aquarelpotlood daar heel goed een vrij egaal vlak van maken. Maar dat wil ik niet, want dan verlies ik mijn diepte. Ik maak mijn kwast schoon, want nu zit er best wel wat van die pigment van dit hoekje op. Maar ik wil weer vanuit het midden naar dat donkere stuk toe werken. Vanuit het midden. In streepjes of een beetje ronddraaiend. Kijk maar, probeer het gewoon allebei even en kijk wat jouw voorkeur heeft. Naar buiten toe. Schoonmaken. En weer. Van binnen naar buiten. En dit gaan we nog een paar keer doen. Ik zat te smokkelen. Maar... Want hier zat ook best wel een donkerder stukje. Het ging toch over het hele stuk heen. Voor de mensen die mij nog niet kennen. Geduld is not my middle name. Daarom hou ik ook zo van aquarel. En van deze potloden. Dat je met losse streken gewoon heel mooi iets neer kan zetten, zeg maar. En dat is nooit perfect, want je kan het nooit voorspellen hoe het gaat. Zowel met aquarelverf uit een napje als met deze potloden. Dat blijft altijd toch een beetje onvoorspelbaar. Je krijgt het wel steeds meer in de hand, hoor. Ik sla dat groen even over. Ik doe eerst even al die deegsliertjes. Nee, met polychromos moet je het niet oplossen, maar dan kun je wel op dezelfde manier de tekening opbouwen. Dus met die laagjes over elkaar. Alleen dan niet oplossen. Aquarelpotloden zijn daarin echt anders dan gewone kleurpotloden. Super fijn trouwens dat jullie ook elkaar antwoorden in de chat. De creatieve community is altijd erg aardig voor elkaar, vind ik.
Zoals je denkt, oh, ik wil even. Ik dep regelmatig mijn kwast eventjes schoon ook. Als ik denk, oh. Er zit te veel verf aan of het verspreidt zich niet goed. Ik doe het zeker niet te nat, zeg maar. Want als je dit te nat gaat doen, dan krijg je echt zo van die. Dit kan zeker wel gewoon met waterbrusjes. Sorry, dat zie ik nu pas, die vraag. Maar ja, dit kan ook heel goed met waterbrusjes. Ik heb jarenlang alleen maar waterbrusjes gebruikt, overal voor. Dus als je die hebt, lekker gebruiken. De korst vanuit dat midden. En dus het fijne van die appeltaart is als jouw donkere vlekken wat meer op een andere plek eindigen dan dat je ze net getekend hebt, dan maakt dat niet uit. Nou. De bladerdeegrasters zijn klaar. Kijk, je ziet nergens zie je bij mij de druppels lopen of zo. Je ziet het wel glimmen, het is wel nat. Maar je ziet geen druppels in en weer lopen als ik mijn papier beweeg. En dat is ook hoe ik het liefst heb. We gaan meteen door met die appels. Stukjes oplossen. In draaiende bewegingen een beetje. Als je denkt, oh, ik ben er een effe vlak van aan het maken. Veeg je je kwast penseel even af. Ik blijf altijd hardnekkig kwast zetten. Terwijl het natuurlijk veel chiquer is met penselen, maar. En nou ja, in ieder geval bij deze aquarelpotloden zie je eigenlijk hoe makkelijk die oplossen. En als je denkt, oh, het is te egaal, kun je altijd even zo met je kwast zo eroverheen gaan. Hup, afvegen en dan pak je wat van de kleur weg, zeg maar. Dus dan, dan heb je wat meer licht-donker verschil. Maar we gaan er zo ook nog een keer overheen. Nou, voor nu. Een linzenvlei. Ook heerlijk, Lizzie. Of Izzy. Elke taart is lekker, hè? Wie zegt dat jij een appeltaart wilde tekenen? Helemaal niemand, toch? Deze wil ik even laten drogen. Nou ben ik rechts. Dan wil ik niet zo hier met mijn hand hierover gaan werken. Dus ik draai het geheel even om. En dan ga ik deze potloodlijnen even uitvegen. Ja, en kies even voor jezelf waar jij blijer van wordt. Als je nog niet zo ver bent. Mijn tempo is inderdaad altijd redelijk hoog. Als je nog niet zo ver bent, kun je denken, oh, ik heb het principe door. Doe ik later. Of je zegt, nou, ik luister ondertussen nadat ze doorkletst. En dan maak ik dit eerst af. En dan doe ik dit op een later moment. Bepaal wat je zelf het fijnste vindt. Maar laat je niet opfokken door mij, alsjeblieft. Nou. Ik ga beginnen met de koffie. En als je dus thee wilt, dan probeer je dat wat egaler te maken. Maar ik ga een cappuccinootje maken. En een cappuccino heeft altijd van die witte vormen. Ja, dit is een beetje maar ook maar wat gedaan. Maar dat moet je uitsparen. Want als er eenmaal kleur overheen staat, dan kunnen we dat niet meer wit maken met aquarelpotloden. Ik weet niet welke gum ik gebruik. Sorry. Gewoon een willekeurige idee. Ik heb hem een keer ergens. Ik weet het niet. Sorry. Dus dat wit proberen we uit te sparen. Dus we gaan een leuk cappuccino patroontje maken. En ik pak diezelfde donkerbruin die ik net als tweede kleur had gebruikt. Deze kleur. Ik ga straks ook die lichtere kleur weer gebruiken. Maar ik begin met donker. Zo. Nou, de buitenkant mag je mee beginnen. Daar komt de donkerste lijn tegen het kopje aan. Zo, daar creëer je meteen ook even wat diepte mee. Nou, en dan ga ik een beetje hier een soort druppelvorm uitsparen. En hier doe ik vrij licht het potlood. Ik wil hier niet een hele donkere, precieze lijn hebben. Nou, hier komt dan nog zo'n soort druppelvorm. Volgens mij gaat dat altijd zo'n beetje naar een puntje toe, hè? Zo'n beetje bloemblaadjes als het ware. Nou, maak er wat leuks van, zou ik zeggen. Niemand weet wat voor barista je had, wat het was, hè?
En wat ik dan ga doen, nu heb ik dus die basisvorm geschetst. Nou, bij mij zijn het dus een beetje zo van die, een beetje zo'n bloemvorm die zo weggaat hier die kant op. Vanuit die buitenste donkere rand ga ik het een beetje vervagen, steeds lichter op mijn potlood, naar die vorm toe. En ik wil echt maar heel lichtjes langs die witte vorm. Echt maar bijna. Ja, ik aai echt over het papier. Zo, er staat echt maar een heel dun laagje. En ik vind het ook leuk om af en toe hier ook net een heel dun streepje te zetten of een rondje. Oh. Er wordt hier buiten ineens vuurwerk afgestoken. Meestal is het hier eigenlijk heel rustig 's avonds, maar ik hoop dat dit het was en dat jullie er niet te veel last van hebben. Dan wissel ik van bruin. Ik ga naar die lichtere bruin. En dan ga ik vanuit die buitenrand er een beetje overheen. Dus ook hier gum ik een beetje. Gum ik, meng ik een beetje. Omdat ik vind dat hier deze twee laagjes over elkaar, dat er gewoon mooier uitziet dan één kleur bruin. Oeh. We gaan uitlopen. Oh, Mel had gisteren ook dat vuurwerk. Ja, irritant. Ik ben niet zo dolle daarop. Het maakt sowieso nu lawaai. Ik denk dat we een beetje gaan uitlopen. Volgens mij kan ik op Facebook ook gewoon opslaan als hij wat langer dan een uur is. Als iemand dat kan bevestigen, zou dat super zijn, maar ik durf het risico wel te lopen. Ik ben natuurlijk ook wat later begonnen door dat gerommel aan het begin. Dit is mijn cappuccino voor nu. Dus ik ben vanuit die buitenrand een wat dikker naar die binnenkant wat lichter overheen gegaan met die lichte bruine kleur. Ik vind dat gewoon net iets meer diepte, iets meer intensiteit geven. Dat maakt over het algemeen interessanter. Ah, dankjewel, Be Creative Shop, voor het eventjes bevestigen. Dit gaan we zo meteen oplossen, maar ik ga eerst het kopje even tekenen. Kies een leuk kleurtje, zou ik zeggen. Nou, hier had ik een rood kopje gemaakt. Laat ik nu een ander kleurtje nemen, zo'n deze kleur. Een beetje een blauwgroene kleur. En eigenlijk hetzelfde als bij alles. Ik denk dat zo'n kopje aan de zijkant wat naar beneden gaat. Dus de buitenste lijn, de buitenste randen, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Daar ga ik een beetje overheen. En dan naar het midden toe wordt dat minder. En als je dus met polychromos werkt, dan laat je het hierbij. Dan is dit gewoon. En je kan er dan altijd nog met een kleurtje overheen. Ook hier kun je mengen. Dit oortje, ik heb hier het lijntje getekend. Dus bij mij zit dit oortje wat lager dan de rand van het kopje. Dus dan is dit dieper. Dus teken ik hier weer even. Wat dikkere lijn naar het midden toe lichter. En ook vanaf de buitenkant naar het midden toe wat lichter. Ik heb meteen een bolling gecreëerd nu. En dat is altijd fijn. Dat maakt tekeningen gewoon een beetje interessant. Ja, het zijn allemaal inderdaad dezelfde kleuren als bij het taartje. Dus het zijn dezelfde twee kleuren bruin. Dus eerst die beetje oker, yellow bruin, die lichtbruin en dan die wat donkerdere bruin. Dus ik heb eigenlijk nu vijf kleuren gebruikt. Dat kopje, deze kleur. En voor de rest de donkergeel, de groen, de lichtbruin en de donkerbruin. En straks bij de appels komt er nog wat bij. Maar het valt ook eigenlijk alleen maar rood komt er dan bij nog. We gaan dit oplossen. Niet oplossen van het probleem oplossen, maar de aquarelverf oplossen. Ik maak mijn penseel weer nat. En ik ga weer vanuit het lichte naar het donkere toe werken. Dus ik los die koffie op. En dan ga ik naar de rand toe. En ik probeer niet over dat turquoise heen te gaan.
Want ik vind het zonde als die kleuren helemaal gaan mengen. En wat ik doe is met een redelijk schone kwast ook wel over die rand tussen dat wit en dat bruin heen te gaan. Zodat dat een mooi zachte overgang een beetje wordt. Een beetje met een schone kwast dan nog over die rand heen. Nadat je het opgelost hebt. Voor een mooi zacht effect. Oplos koffie. Mooi, Danielle. Vanuit het midden naar die donkerste rand. Want eigenlijk duw je dan als het ware het pigment ook naar buiten toe. Naar het plekje waar je het donkerst wil hebben. Namelijk langs die rand van dat kopje. Randen weer even zacht maken. En ook dit hoeft niet netjes en perfect. Hoeft en gelukkig niet. Nou, en ook die strepen die je daar in het midden eventueel ook had gezet. Misschien had jij dat helemaal niet, dan hoeft het niet. Die kan je nog een beetje oplossen. En altijd nog een beetje in dus de richting sturen waar je hem wilt. En dan is die koffie al klaar. Ja, daar gaan we zo meteen ook nog met potlood overheen. Maar ja, die koffie is gewoon klaar. Voor dat kopje pak ik even... Oeh, niet met mijn vinger erin gaan zitten. Pak ik even dat wat smallere penseeltje. Gewoon omdat het hier wat smaller werken is. Iets gedetailleerder. En weer hetzelfde. Eigenlijk het nat maken van het lichtste punt. Dus die middelste lijn. Nee, het is zo smal dat ik het al meteen eigenlijk helemaal oplos. Nu elke keer dat ik oplos zeg, denk ik aan oploskoffie natuurlijk. Ik hoef er alleen maar zacht overheen te gaan. Als je, je kan altijd weer met een schone kwast even eroverheen gaan en dan wat kleur weghalen. En als je dan per ongeluk te licht maakt, kan je er straks altijd nog een nieuw laagje met potlood overheen zetten. En eventueel ook opnieuw weer oplossen. Dat gaan wij nu niet doen. Maar weet, ga gewoon lekker spelen als je die potloden hebt. Je kan ook zometeen als het droog is eroverheen tekenen. En weer opnieuw de aquarelpotloden oplossen. Wat je ook kan doen, wat, als je het leuk vindt om een keer te proberen, is gewoon... Nou ja, niet gewoon. Dit bedenk je misschien zelf ook niet. Maar dat je een potlood pakt. Hem in het water doet. En dan krijg je ook hele gepigmenteerde. Dit is slecht papier. Dit is printerpapier. Maar dan krijg je ook nog meer pigment meteen op je papier, zeg maar. Dus weet je, ben niet bang om dingen uit te proberen. Kopje staat. Die gaan we even laten drogen. Dus we gaan terug naar de appeltaart. Want die... is bij mij ondertussen droog. Als het bij jou nog nat is, dan adviseer ik om even wat langer te wachten. Dit werkt het fijnste als het droog is. Want als het nog nat is, zie je heel duidelijk je potloodstrepen. En dat wil je eigenlijk niet. Ik pak eerst mijn lichtste bruin. En dan, wat ik dan doe, is eigenlijk precies hetzelfde als waar ik toen straks mee begon. Over die opgedroogde aquarelverf. Ga ik nog een keer heen, op dezelfde manier, vanuit de donkere stukken naar de lichte stukken. Want ik vind het lekker dat je dan ook nog echt wat van dat potloodachtige structuurtje benut, zeg maar. Dus dat je dat potlood ook echt weer ziet. Plus wordt het er gewoon weer wat donkerder van, krijg je nog wat meer contrast. Als je denkt, nee, ik vind het fantastisch hoe het nu is, dat mag dat ook. Maar... nou ja, zo'n workshop vanuit de Be Creative Roadmap is er ook om te laten zien wat je met materiaal kan doen. En over aquarelverf, aquarelpotlood, als het opgelost is, kan je perfect weer met of je aquarelpotlood of je gewone potlood, kan je er weer overheen. Deze zou ik ook gewoon weer op kunnen lossen. Maar als ik er met ander kleurpotlood overheen ga, niet. Zo. En dan ga ik datzelfde ook nog een keer doen met mijn donkerbruin. Gewoon, dan wordt alles weer net wat donkerder. Maar je benut toch dat je het al een beetje zo'n egale basis hebt gemaakt door het oplossen van dat aquarelpotlood net.
Maar ik hou gewoon wel van textuurtjes. En nou ja, dan zijn van die potloodstreepjes die je dan net nog een beetje ziet. Ik vind dat mooi. Misschien jij niet, dan doe je het lekker niet. Want het is jouw tekening. Ik ben hier ook alleen maar om je dingen een beetje aan te dragen. En dan is het gelukkig aan je eigen creativiteit om te bedenken wat je ermee doet. Nou, dit kan je ook weer. Ik ga nog een beetje met bruin ook weer over die appelstukjes heen. Niet netjes. Beetje vlekkerig, beetje krasserig. Nou, we zijn echt al een heel eind, hè, jongens. Ik ga nog wat appel erbij tekenen. Ik ga dit overigens niet bij de koffie doen. Kun je wel doen, als je het leuk vindt. Dan kun je ook bijvoorbeeld een nog wat donkerder blauw. Nou, ik doe, laat het wel even zien. Je kan dan ook met een andere kleur er nog een keer overheen gaan. Ik doe nu wat donkerder, hè. Dat kan ook een mooi effect geven. Zie je? Weer wat meer contrast. Ja, dan. Oh, ik kan altijd eindeloos aan dit soort dingen doorgaan. Hoor. Want dan denk ik, ja, dan is het ook mooi om dat buitenste randje nog even te doen. Ga lekker door zolang je het zelf leuk vindt. Nou, ik denk. Er zijn wel wat mensen afgehaakt, maar er zijn er nog een heleboel ook. Ik denk dat jullie het principe hiervan snappen en dus dit zelf kunnen doen. En dan wil ik jullie nog heel even laten zien hoe je een stukje appel erbij kan tekenen. Die doe ik gewoon meteen even met potlood. Ik pak weer die, ik zit nog steeds met hetzelfde aantal potloden. Die twee blauwe leg ik even aan de kant, die waren voor het kopje. Maar ik heb nog steeds deze vier potloden alleen maar. Die lichtbruin, die donkerbruin, die felle groen en de donkergeel. Ik pak die donkergeel. En dan schets ik hier, deze doe ik wel meteen met aquarelpotlood, kijk, ik ben leerbaar. Een rondje, maar hier zit een klein beetje zo'n vorm. Ik snap dat geel niet de makkelijkste kleur is om te zien. Maar ik denk dat jullie het wel... Hey Joke, leuk je te zien weer eens. Digitaal, maar leuk je weer eens hier te treffen. En dan ga ik die hele vorm heel licht inkleuren. Met die geel. Dit is echt maar een dun laagje. En dan teken ik hier meteen nog een stukje appel. En dan doe ik hier een kleiner partje. Teken eerst de buitenkant. En dan aan de binnenkant loopt hij eigenlijk. Kun je hem recht tekenen als een rechte lijn. En ook die kleur ik helemaal in. Ja, dit gaat echt best wel snel hoor, ik weet het. Maar kies er dan voor om één appelstukje te tekenen en doe de rest later. Dat is dat. Dan pak ik mijn lichtbruin. En dan ga ik een heel klein beetje zo over een paar randjes heen. En maak ik dat lichter naar binnen. Hier een stuk en dan stop ik hier. Kan ook op een ander stuk zijn hoor. Hier in het midden maak ik ook een soort van maantje. Dat is zeg maar waar het klokhuis komt. Daar is het wat dieper. Dus daarom ga ik daar met een iets donkerdere kleur overheen. Want dan lijkt het meteen al alsof dat dieper is. Zie je? En ook bij hier op een paar stukjes zo net wat donkerder aan het randje. Maar dit zijn echt maar zulke dunne laagjes. En toch krijg je daar al een effect mee. Hier zit een rond... Hier zit een rondje aan de binnenkant. Nou ja, misschien meer een soort oogvorm. Zo. En dan pak ik wat groen. Weer diezelfde felle groen. We gebruiken maar vrij weinig kleuren vandaag. Komt zo meteen nog rood bij. En dan ga ik zo, nou, een beetje vanuit de buitenkanten. Ga ik daar ook weer een dun laagje overheen doen. Dus op dit moment zijn we ook aan het mengen. Ook een beetje in dat klokhuis. Vanuit buiten. Een beetje zo. Een licht randje. Erin. En door dit mengen wordt het gewoon een iets natuurlijker kleurtje. En dan pak ik een rood. Want ik wil een rode appel. En vooral zo in zo'n tekening geeft dat net wat meer contrast, zeg maar. En dan ga ik hem een schilletje geven.
En een schilletje is gewoon een geschetste. Je ziet, ik doe dat niet in één keer. Ik doe het zo in kleine stukjes schetsend. Een rood randje. En deze ook. Een rood randje langs de buitenkant. En hier laat ik dat net zo'n beetje een driehoekje naar binnen gaan. Optioneel. Nou, ik geef hem straks al pitjes, maar dat doe ik op het eind. Want ik ga hem eerst weer even helemaal aquarel maken. Weer vanuit het lichte. Laat maar oplossen. Ik doe eerst even alle lichte stukken. En dan ga ik daarna die klokhuisstukjes doen. Ja, en ik vind dus door dat mengen, ook al waren het maar... Ja, moet je zien hoeveel pigment er toch van afkomt, hè, van die aquarelpotloden. Probeer het rode niet er doorheen te mengen, maar dat gaat natuurlijk nooit... Over sommige plekjes gaat dat heus wel een beetje er doorheen, dat maakt niet uit. Maar ik probeer het niet helemaal te mengen. Ik wil wel echt dat je dat rode randje blijft zien. De klokhuisjes een beetje oplossen. En dan pak ik wel weer even dat dunne penseel, hoor, voor dat rood. Kun je een beetje oplossen. Je mag het trouwens ook gewoon zo laten, hoor. Maar als je het wil oplossen, doe het dan met een beetje een dunner penseel. Nou, en dit kun je natuurlk hier nog doen, hier nog doen. Je kunt er zoveel appeltjes bij tekenen als je zelf wilt. Of zo weinig. Ja, dit moet nu dus eigenlijk even drogen. Ik zou je ook adviseren om dat te doen. Maar ik ga het niet naar mezelf luisteren. Deze is een beetje lelijk geslepen. Nee, maakt niet uit. Ik teken hier nog even een pitje in. Zo, twee van die beetje ovaal vormpjes. Ja, en dus die potloden kunnen er op zich wel tegen. En omdat dit toch zo zwart moet worden, is het niet zo heel erg dat je het... Kijk, zie je, het wordt er echt super intens zwart door. Juist omdat het nog nat is. Dus als je dat leuk vindt, lekker ook doen. Ja, en wat je nu echt niet moet doen, is met je fijnlijner, terwijl het nog nat is, het omlijnen. Want dat, dat is echt een beetje zonde. Dan... Maak je fijnlijner kapot. Dat werkt niet goed, dan gaat hij niet meer doen. Hier kan je ook nog een beetje zo'n beetje krassige, alsof dat zo'n... Dat zit bij een appel altijd toch zo. Aan het buiteneindje. Ja, hoe kan je meer diepte in je koffie krijgen? Meerdere laagjes. Oh, en bij de koffie wou ik nog iets doen. Je kan ook hier dus hetzelfde doen met nog wat potlood. Zeg maar er nog weer een keer overheen. Weet je, je blijft die basislaag houden. Dus dan, maar dan krijg je wel weer een beetje die potloodtextuur, zeg maar, eroverheen. Dat is leuk om te doen. En wat ik zelf altijd leuk vind, is om met dat potlood, als het droog is daarna, wat belletjes erin te tekenen. Met die donkere bruin. Dus dat zijn wat grotere stipjes, wat kleinere stipjes. Probeer ze een beetje... willekeurig voor elkaar te krijgen. Dat is toch altijd moeilijk. Ik merk dat ik toch vaak naast een grotere automatisch een kleine teken. Maar... Dus probeer wat stipjes. Dan lijkt dat luchtbelletjes te worden. En daar rondomheen kun je ook nog een klein... Ja, zo'n C'tje of een half... Ja, een beetje een boogje zetten, zeg maar. Dan lijkt het alsof je... Kijk, deze... Dan lijkt het alsof die nog wat meer... En dat geeft ook net wat meer diepte ten opzichte van de koffie. En hier heb ik wat meer laagjes gedaan. Dus dan ben ik vaker er nog overheen gegaan met die donkerbruin. En die lichte bruin. Dus dat kun je ook altijd doen. Dus dat is ook een beetje... Ja, en dan heb je... Oh, weet je, dit...
Kijk, wat je ook nog kan doen, is die gouache pakken. En een superleuk tafelkleedje eronder schilderen, zeg maar. Dat je die hele achtergrond leuk nog ziet. Zou ook met aquarel potlood kunnen. Je kan er natuurlijk nog meer appels rondom doen. En, maar ik ga het hierbij laten. Kijk, hier kun je zien dat ik wat meer appels had. Hier was ik trouwens ook vergeten met de fijnlijneren te doen, zag ik. Maar je kan natuurlijk altijd zo'n appel ook gewoon nog even weer omlijnen. Zo. Helemaal wat je zelf leuk vindt om te doen. Allebei leuk, er is geen goed of fout. Nee, de thee laat ik even bij de tip om het wat egaler te doen en er een theezakje in te hangen. En dan ga ik hem afsluiten. Ontzettend leuk dat jullie dan... Oh, bijna, wacht. Nee, stop. Want als je dit nou leuk vond... En je hebt het resultaat. Tag me alsjeblieft. Ik ben Nanja Illustraties. Je kan me taggen met @NanjaIllustraties. En als je hashtag BeCreativeRoadmap doet bij je resultaat of op Facebook... Je bakje met slagroom, daar laat ik nu ook eventjes voorbij gaan, gezien de tijd. BeCreativeRoadmap, hashtag BeCreativeRoadmap, zodat andere mensen hem ook kunnen zien wat je gemaakt hebt. En ik geef natuurlijk nog meer cursussen. Op mijn website nanjaillustraties.nl heb ik tot 4 november, dus dat is voor jullie, de mensen die mee hebben gekeken. Je kan even misschien een screenshotje maken nu. Maar met de B-code BeCreativeRoadmap krijg je tot vrijdag 10 euro korting op een cursus. En de cursussen zijn bijvoorbeeld op dit moment een herfstcursus. Ik heb ook nog een zomercursus met aquarel, met kleurpotlood. Nou ja, dus doe er je voordeel mee. En mocht je nog iets aan willen schaffen, ik heb het niet eens opgeschreven, maar met code Nanja Illustraties krijg je ook altijd 5% korting bij BeCreativeRoadmap. De hashtags staan die ook in het boek vast wel. Ik lees dat mensen het leuk vonden. Dat is fijn, jongens. Ik heb ervan genoten. Bedankt voor jullie geduld aan het begin. En heel veel plezier met de aquarelpotloden of met deze instructies en met ander materiaal. Heel veel creatief plezier. Ik ga nu proberen om deze live op te slaan. Fijne avond nog. En volgende week zit om 8 uur Anne Jorinde van Gouden Lijntjes voor jullie klaar op ditzelfde kanaal. Om ook met jullie een workshop te gaan doen. Dus heel veel plezier nog met de BeCreative Roadmap. Dus nu ga ik even wiebelen om hem te kunnen stoppen. Zo, ik denk, sorry. Voltooien. Doei doei!